Als je het leuk vindt om anderen te laten zien wat voor een lichtopstelling je in je foto gebruikt hebt, dan hebben we deze handige PSD voor je gemaakt. In deze PSD kun je gemakkelijk een lichtopstelling nabouwen, zodat je een mooi overzichtje hebt van hoe jij een bepaalde foto gemaakt hebt. Nou, ik ga je nu even laten zien hoe je deze PSD kunt gebruiken om jouw lichtopstelling te maken. En het meeste werk daarvoor ga ik doen in het lage palet, want elk onderdeel in het bestand zit op een aparte laag, zodat je alles in en uit kunt schakelen. Nou, omdat ik alles op het lage palet ga doen, is het handig om die even zoveel mogelijk ruimte te geven. En nou sleep ik hem even hier naartoe. En dan komt hij mooi in zijn eigen kolom. Dan heb ik lekker de ruimte om wat velden open en dicht te klappen. Nou, de verschillende lagen zijn onderverdeeld in groepen. En ik kan altijd dus een bepaalde groep openen om daar een onderdeel uit te halen. Je ziet hier nu dat deze 35mm camera met een normale lens, een standaard lens, zou ik maar zeggen, actief is. Maar ik kan dus ook voor kiezen om bijvoorbeeld een camera met een telelens te laten zien. Of een camera met een flitser erop. Nou, in dit geval laat ik het gewoon even bij deze. Nou ja, dus nu kun je afhankelijk van hoe jouw lichtopstelling was, kun je dat laten zien. Stel dat je bij deze lichtopstelling een flitser gebruikt hebt, met een octabox bijvoorbeeld, dan kun je hier bij de softboxes kijken. Nou, als je even wil zien hoe alles eruit ziet, dan kun je al deze oogjes aanvinken. En een handige methode in Photoshop om dat snel te doen is de eerste aan te klikken en dan gewoon met de muis naar beneden te slepen. En dan worden alle oogjes vanzelf aangevinkt. Zodra je hem loslaat, verschijnen ook de velden of de lagen. En dan kun je makkelijk zien van oké, dit is de Oxobox die ik wil hebben. En dan kan ik gewoon de andere lagen die ik niet nodig heb uitschakelen. Nou, ik klik even de laag aan, want ik wil deze laag gaan verplaatsen. Daarvoor gebruik ik de Move tool die hier zit. Je kunt ook op de letter sneltoets V drukken. En dan is die geselecteerd. En dan kun je de flitser eigenlijk gewoon plaatsen waar je hem wil hebben. Maar, zoals je ziet, ja, alleen als ik hem recht van voren heb, dan belicht hij een beetje aardig op het onderwerp. Maar waar ik hem anders neerzet, dan niet. Dus ik wil hem gaan draaien. Nou, daarvoor gebruik ik de Command T of de Ctrl T op Windows PC's. En dan krijg ik deze tool waarbij ik hier in de hoek kan gaan staan. En zo kan ik hem heel makkelijk draaien. Stel dat ik mijn foto zo gemaakt heb. Druk op Enter. En dan wordt die in die hoek vastgezet. En daarna heb ik hem mooi aangepast zoals de situatie was. Nou, stel dat ik bij deze, het licht komt nu van één kant, ik heb nog een reflectiescherm gebruikt. Dan kijk ik hier bij reflectoren. Ik pak de reflector rond en ik zit nog in de verkeerde laag, dus ik doe Ctrl Z. En ik klik de reflectorlaag aan en ik ga op dezelfde manier met de V waar ik hem verplaatsen. En met de Ctrl T of de Command T zet ik de reflector neer zoals ik hem gebruikt heb. Nou, hier bijvoorbeeld. En nou, zo kan ik eigenlijk alles af wat ik wil hebben. En het zijn een heleboel verschillende dingen. Ik kan ook kiezen voor een mannelijk model bijvoorbeeld, in plaats van een vrouwelijk model. Dus dat kan ik ook even verplaatsen en zet ik die daar neer. Ik heb een heleboel lagen. Ik kijk ze dus allemaal rustig door. Of er iets is wat je kunt gebruiken. En wat toch wel handig is om te laten zien, ik heb nu eigenlijk een beetje een grijzere achtergrond, al komt hij misschien wel over als zijnde, je kunt net zo zeggen van het is een witte achtergrond. Maar stel nou dat ik een andere kleur achtergrond gebruikt heb, dan heb ik hier in de backdrop groep heb ik een aantal backdrops. Naast deze grote is er ook nog een kleinere variant. En we hebben ook nog een muur. Die kun je ook nog inzetten als je een muur als achtergrond gebruikt hebt. Nou, stel dat ik deze dus een andere kleur wil geven, dan kan dat niet zomaar, want het is een slim object. En nou, hoe doe je dat, kun je afvragen. Wat ik ga doen is eventjes
deze laag, nou stel dat ik hem wil dat die witter is, kan ik eigenlijk heel simpel zeggen, ik ga gewoon de dekking verlagen en dan oogt hij een stuk witter. Alleen het enige nadeel is dat ook de poten een stuk witter worden. Dus om dat te compenseren ga ik hem met Command J of Ctrl J ga ik de laag dupliceren, zodat ik hem twee keer heb. De tweede laag zet ik wel op 100%. En wat ik nu ga doen is een laagmasker maken. Dat doe ik met dit icoontje. Dan wordt hier een masker toegevoegd. En als ik daarin ga tekenen met zwart, dus ik druk op de B om de brush te pakken. En ik druk op de X om zwart-wit, op de D om zwart-wit te hebben en op de X om de wit om te draaien naar zwart. Het klinkt een beetje omslachtig, maar het is heel snel als je het helemaal gewend bent. En ik vergroot de brush iets en ik ga er even over de achtergrond heen tekenen. Ik had het ook sneller kunnen doen, maar het komt op hetzelfde neer. En deze heb ik per ongeluk ook meegenomen, dus dan maak ik de brush weer wit. En dan kan ik het ongedaan maken. Nou, en zo zie je dat ik, heb ik eigenlijk de tweede laag, heb ik eigenlijk de hele achtergrondrol, heb ik mijn extra laag ongedaan gemaakt. Zodat de poten van de achtergrondrol wel mooi zwart zijn. Nou, als ik die ook aan of uitschakel, dan zie je ook dat ik nog niet helemaal netjes die heb gedaan. Ik kan er nog mooi even bij tekenen zo. Deze kant misschien, ja. En als ik hem nu aan en uitschakel, dan zie je dat vooral de poten heel goed weer zichtbaar worden. Nou, als ik hem nu een andere kleur wil geven, dan zet ik weer even de dekking op 100%. En ik ga nu dubbelklikken op deze laag. Dan kan ik laagstijlen toevoegen aan deze laag. En dan kan ik bijvoorbeeld dus kiezen voor een kleurbedekking. En dan zie je dat het niet heel mooi wordt. Maar door de dekking iets terug te doen, krijg je toch een mooi effect. Dat je wel de gradient een beetje ziet die erin zit. Maar dat je ook nog heel goed kunt zien dat het een bepaalde kleur is. Nou, stel dat je bijvoorbeeld een zwarte achtergrond gebruikt hebt. Kies ik hier zwart. De dekking misschien iets hoger. En het is eigenlijk nog een grijze achtergrond, maar het oogt al behoorlijk als zwart. Hè? Ik zie nu ook dat ik deze niet bepaald mooi heb. Het masker niet echt bepaald mooi heb gedaan. Dus ik kan het nog een beetje corrigeren. Zo, nu ziet hij er beter uit. Hier nog een beetje. Nou, en zo heb ik hetzelfde effect. Dan heb ik een zwarte achtergrond. Voor degene die iets meer tijd wil stoppen in zijn setup om hem echter te maken. Alle onderdelen die we gebruiken zijn vector-based opgesteld en staan als smart object in Photoshop laag. Dus wat ik kan doen is, als ik een bepaald onderdeel wil vergroten of verkleinen, kan ik dat eigenlijk zonder kwaliteitsverlies doen. Dus nou, stel dat ik die softbox om een of andere reden veel groter zou willen maken, selecteer ik de laag. Druk ik even op Command T en dan kan ik gewoon de softbox een stuk groter maken. En als je dan op Enter drukt, dan zie je dat de kwaliteit eigenlijk gewoon nog steeds heel erg goed is. Alle lijntjes blijven strak. Je krijgt geen vervorming doordat het allemaal vector-based is. Nou, ik doe het even ongedaan maken met Ctrl Z. Nou, de huidige grootte van het bestand is ingesteld op zo'n afbeeldingsgrootte van 614 pixels. Dus als dat mooi past in jouw site of een document waar je je schema wil gebruiken, dan is dat prima. Stel dat je nu bijvoorbeeld een site hebt waar foto's op getoond worden van 900 pixels breedte. Dan kan ik hier gewoon een breedte aangeven van 900 pixels. En op OK drukken. En nou, dan wordt alles vergroot zonder kwaliteitsverlies naar die 900 pixels. Dus ik heb nu precies hetzelfde schema, maar dan op een groter vlak. En zo kun je dus je schema in de kwaliteit maken of in de resolutie maken die jij wilt. En toch een hoge kwaliteit behouden. Je kunt deze PSD gratis downloaden op PhotoFX. En het enige wat we eigenlijk vragen is dat jij hieronder het provided by PhotoFX.nl logotje in beeld laat staan als jij hem ergens gebruikt. En dat hebben we ook als Terms of Use hier beschreven. Kun je het altijd nog een keer terugzien wat de regels waren. Nou, veel
plezier met het maken van jouw lighting setup en het vooral het delen ervan. En ik ben benieuwd of jullie er goed gebruik van kunnen maken.